Amanda, jij hebt een hele mooie prijs eigenlijk vorig jaar gewonnen. Dat is een prijs die door de gemeente wordt uitgereikt voor een vrijwilliger die zich dat jaar heeft ingezet en genomineerd is door mensen die vinden dat die echt in het zonnetje gezet moet worden. Dat de Betuwe een belangrijke plek was in de Tweede Wereldoorlog is wel te zien aan de hoeveelheid monumenten en herdenkingsplekken. Zo ook hier in het dorp Zetten op het Wilhelminaplein. Ja, de tuin is eigenlijk voor iedereen. Ik heb ook groepen gehad uit Zwitserland, uit België, uit Duitsland. Die hebben allemaal belangstelling. En dat waren dan vakmensen. We hebben hier ruim 600 verschillende planten staan. Het is tijd voor de op één na jongste gemeente die ik in dit programma zal aandoen. De gemeente over Betuwe. Pas in 2001 is deze ontstaan uit de gemeente Elst, Valburg en Heteren. Toch heeft het gebied een rijk verleden. Duister, maar rijk. Zo werd de Betuwe bijvoorbeeld zwaar getroffen tijdens de Tweede Wereldoorlog, waar nu nog op heel veel plekken aan terug wordt gedacht. Maar landelijk staat het gebied natuurlijk vooral bekend om de betonnen bak die er dwars doorheen loopt. Londen is leuk, New York is best fijn, maar het liefst wil ik... Betuwelijn, tijd voor een ritje. Who could it be? Pumping his brakes to the sound of the beat. He don't understand what it's doing to me. Deep down inside, like a pit bull in heat. Someone's coming to a hip hole. I'm in that passenger seat. I'm flying high in the air. And we're driving fast till we pull out of gas. Let's go. Het is de enige gemeente in dit programma die geheel boven de Waal ligt en zelfs aan de Rijn grenst. Gemeente over Betuwe. Bekend van onder meer de Betuwelijn en een belangrijk gebied tijdens de zware gevechten in de Tweede Wereldoorlog. Maar ook een vrij jonge gemeente. In 2001 pas ontstaan, met Elst als gemeentehoofdstad. En dat is ook meteen de plek waar ik vandaag begin met de avondwandeling. Hier ontmoet ik Amanda, die een prijs won met het vrijwilligerswerk dat ze hier doet. Amanda, jij hebt een hele mooie prijs eigenlijk vorig jaar gewonnen. Het toonbeeld. Wat is dat precies voor prijs? Dat is een prijs die door de gemeente wordt uitgereikt. In dit geval de gemeente over Betuwe. Voor een vrijwilliger die zich dat jaar heeft ingezet. En genomineerd is door mensen die vinden dat die echt in het zonnetje gezet moet worden. En misschien een beetje een rare vraag om zo aan jou te stellen, maar waarom werd jij in het zonnetje gezet? Met name omdat ik al heel lang vrijwilligerswerk doe. Echt vanaf mijn 16e eigenlijk, zo'n beetje. En de laatste jaren ben ik heel erg actief bij Krijgt Kleertjes. En dat is eigenlijk een initiatief waar je kleding ruilt, kinderkleding. Daar zijn we mee begonnen vanuit mijn huiskamer. En ik heb het in 6 jaar eigenlijk tot een soort van ruilwinkel opgezet hier in Elst. En inmiddels zijn er heel veel vrijwilligers actief en heel veel bezoekers. En meerdere mensen vonden dat blijkbaar zo, zo'n prestatie, dat ze vonden dat ik het toonbeeld verdiende. Maar krijg de kleertjes, dus het is eigenlijk als ik het zo hoor een beetje een uit de hand gelopen hobby geworden. Ja, ja, soort van wel. Ja. Ik had eigenlijk zelf toen net een kleine jongen in huis, mijn zoon Thomas. En ik was huismoeder en hij groeide als kool. Dus ik had steeds kleertjes waarvan ik dacht van die passen niet meer, wat moet ik ermee? Zonde om weg te doen. Ik leg het maar op zolder en ik moest weer nieuwe kleren kopen. Dus eigenlijk werd het ook een soort van
probleem van wat ga ik hiermee doen. En toen kwam ik bij Stichting Krijg de Kleertjes. En die hadden een website waarmee je kinderkleding kon ruilen. En toen dacht ik, oh, dat is wel iets voor mij. Dat spreekt me aan. Duurzaamheid. Daar hou ik van. Ik ga daar eens wat meer informatie op vragen. En ze waren toen net bezig met ruilpunten opzetten in verschillende gemeenten. En toen heb ik eigenlijk me gewoon aangemeld van, goh, dat wil ik ook wel doen. En wat komt daarbij kijken? En dat kon ik gewoon vanuit mijn huiskamer doen. Dus ik dacht, nou, dat ga ik gewoon, oppakken. En het was heel erg leuk. Het is nog steeds heel erg leuk. En het is gewoon steeds groter geworden. Het begon heel klein met één keer in de maand 10 ouders die kwamen ruilen. En toen kreeg ik eigenlijk een vaste ruimte er aangeboden. Met, het idee was dan om echt een soort van winkeltje ervan te maken met reguliere openingstijden. En toen is het echt enorm gegroeid. Je zei net zelf, je hebt nu een eigen zaak, dus een eigen winkel. Waar zit die ergens in Elst? Het zit in het Huis van de Wijk Triade. Dat is een gebouw wat eigenlijk van Driestroom is. Ja, we hebben daar nu eigenlijk ook een ruimte. En het leuke is dat we daardoor ook met assistent-medewerkers samenwerken. Mensen komen gewoon komen kleding brengen die te klein is of die ze hebben gekocht, maar toch niet helemaal aan hun wensen voldoet. Of ze één keer gedragen hebben voor een feestje. En die leveren ze in. En daar krijgen ze, dat wordt gewogen, nagekeken en gewogen. Daar krijgen ze stempels voor en daarvoor mogen ze weer iets nieuws uitzoeken. Dus de portemonnee kunnen ze lekker in de zak houden. Maar je verdient daar dus geen geld aan? Nee. Vind je dat belangrijk, dat je zoiets kan doen voor mensen die het wat minder breed hebben? Nou, het is niet alleen voor mensen die het minder breed hebben. Het is eigenlijk voor iedereen. Iedereen is welkom. En ik vind het met name belangrijk om iets voor het milieu te doen. En vooral de duurzaamheid in dit project spreekt mij heel erg aan. Dat mensen bewust worden van als ze kleding kopen, van dat het, als ze het niet meer dragen en het in de kast blijft hangen, uiteindelijk op de vuilnisbelt belandt. En dat het nog eigenlijk heel leuk is om iemand anders daar plezier mee te doen. Hoe lang bestaat Krijg de Kleertjes nu al precies? Krijg de Kleertjes bestaat 9 jaar. Dit jaar eigenlijk in 2022 10 jaar alweer. En het ruilpunt hier in Elst bestaat nu 6 jaar. Oké, 6 jaar dus. Ja. Komen er nog een aantal mooie jaren bij of gaat het nog uitbreiden? Nou, ik hoop het natuurlijk wel, dat er nog heel veel mooie jaren komen. Ja. Op dit moment zijn we dinsdag tot en met vrijdag geopend. Alleen in de ochtend. En we hebben nu een team van zo'n 30 vrijwilligers. En ik hoop eigenlijk dat we straks gewoon misschien wel de hele week open kunnen. En misschien ook wel een keer in de avond of in het weekend. En dat dan ook meer vrijwilligers hebben die het project steunen. Okay, het zou een mooi streven zijn. Ja. Dankjewel, Amanda. Graag gedaan. U bevindt zich hier. Ik ben op dit moment op het meest noordelijke puntje van de gemeente Overbetuwe, tussen Heteren en Driel, net onder de A50. Hier op de dijk zie je overdag veel fietsers, wandelaars en hardlopers. En voor een rustmomentje staan hier twee bankjes geplaatst met een prachtig uitzicht over de Rijn. Maar tussen die bankjes staat iets veel bijzonderders. Het monument voor de Amerikaanse 101e Luchtlandingsdivisie. Het is een gemetselde gedenksteen met 3 gietijzeren platen erop. Op één daarvan is een adelaarskop aangebracht, de Screaming Eagle. Het embleem van die 101e Luchtlandingsdivisie. In 1944 streden hier de Amerikanen voor onze vrijheid. Tijdens een grootscheepse tegenaanval van de Duitsers in de Betuwe in oktober 1944 kwamen de Amerikanen naar het gebied tussen Opheusden en Elst om de posities van de Britten over te nemen. In de felle gevechten sneuvelden meer dan 300 Amerikaanse militairen. Dit monument staat hier al sinds 1982. Hoewel er tot op de dag van vandaag nog geen namen van militairen aan dit monument zijn gekoppeld, is het zeker een plek om even bij stil te staan als je er langskomt, of even te zitten dus.
Gelukkig mogen na een lange tijd de festivals langzaamaan weer een beetje doorgaan. Een belangrijke plek hiervoor in Nijmegen is het festivalhuis aan de Mariënburg. Het is de uitvalsbasis van festivals als Go Short, Music Meeting en In Science. Tijdens de kunstnacht lieten ze hier zien dat een samenwerking tussen deze partijen ook mooie dingen kan opleveren. In het festivalhuis vanavond, de kunstnacht, wat gaat hier gebeuren? Wat speelt hier allemaal vandaag? Hier speelt vanavond een film, maar niet alleen een film, want we zijn natuurlijk met 4 festivals samen. Dus we hebben onze krachten gebundeld en eigenlijk een performance van 2 muzikanten, van 2 schrijvers, die live een performance doen bij een film. Dus het is een film zonder muziek of zonder tekst en daar gaan dichters gaan daar teksten overheen spreken en 2 saxofonisten gaan er muziek bij maken. We hebben hier zeg maar een samenwerking tussen literatuur, muziek, film gezien. De film Berlinga Grande over 2 mensen die in de winter op een Portugees eilandje zitten. Gecombineerd met gedichten van Merel en Marlijn. En de muziek die erbij wordt geïmproviseerd door Inga Roodhammel en mij. Daar heb je naar zitten kijken. Duidelijkheid, jullie zijn allemaal van verschillende instanties. Jij doet dit voor Wintertuin, u doet dit dan voor Music Meeting. Kennen jullie elkaar hier van tevoren elkaar al? Nee. Nee, dus het is echt gewoon puur wat hier gebeurt, on spot, dat wordt geïmproviseerd. Ja, we hebben elkaar om 4 uur vanmiddag leren kennen en toen zijn we gewoon begonnen. En ja. Dus ieder moment eigenlijk wat je hier ziet, het saxofoonspel, de poëzie, dat is allemaal, eigenlijk wordt dat tot stand gebracht wat je op de film dan ziet. En jullie luisteren naar elkaar en zo komt het stuk. We luisteren naar elkaar, we kijken naar de film, we inspireren elkaar, we proberen elkaar inderdaad, wat Marlijn zegt, te verleiden af en toe door pauzes aan te brengen, door net iets anders te doen. En we zijn dus begonnen als een zeg maar, ad hoc ensemble en ik denk over 2 voorstellingen zijn wij gewoon een band, hè? Zo, ja. Denk ik. Ja. Ja, dan kunnen we een toertje beginnen. Ja. Zullen we dan eerst naar Heerlen gaan? Dan gaan we eerst naar Heerlen, daar komt Marlijn vandaan, thuis. Hè? Ja. Ja, heel goed. En vertel me over de zee. Want ik ben niet meer bang voor de golven, ik ben Ursula, ik ben Poseidon, ik ben Marie Antoinette. In mijn roze bruidsjurk wacht ik in de branding en de meeuwen zullen gillen en we zullen alle aangespoelde bruinvissen in zachte dekens wikkelen. Wat gebeurt hier normaal gesproken in dit festivalhuis? Nou, normaal gesproken is dit kantoor van onze 4 festivals. Dus we zitten hier, zijn onze kantoren. En dit is de algemene ruimte waar heel veel flexwerkers en freelancers die bij onze festivals werken, dan kunnen werken. En we hebben ook nog een ruimte achterin waar we eigenlijk heel graag wat vaker presentaties of publieksevenementen willen organiseren. Maar dat is er tot nu toe natuurlijk nog niet echt van gekomen. Dus vanavond de aftrap tijdens de kunstnacht voor eigenlijk weer een nieuw mooi evenementenseizoen. Exact, ja. U bevindt zich hier. Dat de Betuwe een belangrijke plek was in de Tweede Wereldoorlog is wel te zien aan de hoeveelheid monumenten en herdenkingsplekken. Zo ook hier in het dorp Zetten op het Wilhelminaplein. Wie wel eens in Zetten komt, zal het vast al eens hebben gezien. De stalen V op een klein groen heuveltje. Het monument herinnert de inwoners aan hun vrijheid en aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De V van vrijheid dus. Hoewel velen ook zeggen dat het een peace-gebaar moet voorstellen, een middelvinger en een wijsvinger, omdat de ene kant van de V net iets langer is dan de andere. Hoe dan ook, heeft het dezelfde betekenis. Het monument staat op een stenen ophoging, waarin ook weer een V-vorm is uitgegraven. Dit zou een loopgraaf moeten voorstellen, ter nagedachtenis aan de vele burgerslachtoffers. Aan de zijkant van de stenen verhoging zitten 5 wapens gemetseld. Hierop staan de wapens van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, België, Canada en het wapen van Nederland.
Die eerste vier vertegenwoordigen de landen die hebben geholpen met de bevrijding van de Betuwe. En het Nederlandse wapen is aangebracht om de gesneuvelde Nederlandse soldaten te herdenken. Al met al dus een veelbetekenend monument. De boodschap wordt vandaag nog steeds doorgegeven aan de volgende generaties. Zo zorgt de naastgelegen basisschool deels voor het onderhoud door leerlingen het monument zo nieuw en dan schoon te laten maken. Met de boodschap dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Oh ja, fun fact, onze cameraman heeft als kind dit monument ook nog schoon staan poetsen. We hebben in dit programma al meerdere kastelen of ruïnes ervan voorbij zien komen. Maar we gaan nu naar een plek waar ook de tuin er nog van over is. En het is niet zomaar een tuin, want mensen komen van heinde en verre om deze te bezoeken. Kasteeltuin, kunt u iets meer over deze plek vertellen? Ja, dit is een vrijwilligersproject. Wij zijn hier met ruim 30 vrijwilligers bezig. En dat betekent dat behoorlijk gewerkt moet worden hier ook om de tuin goed in orde te hebben. Mm-hmm. En wij zijn begonnen met de tuin in de jaren 90. In 1994 hebben we bijvoorbeeld de houten gewassen geplant, zoals die haag. Hier zie je taxushaag. Deze hier? Die hoge haag hier, dat is een taxushaag. We hebben in de herfst van 1994 geplant en de vaste planten zijn geplant in 1995, april 1995. En je hebt elk jaar natuurlijk het onderhoud van de tuin. Hè. Je moet de boel bijhouden. Mm-hmm. Want als je hier 5 jaar niks doet aan deze tuin, dan heb je een bos. Je ziet hier bomen om de tuin heen, beukenbomen en erfdoorns. En de hele tuin is dan helemaal vol gezaaid, zou ik maar zeggen. En uit het zaad komen planten op en dan krijg je een bos. Dan heb je binnen een aantal jaren heb je gewoon een bos hier. Ja. En het wordt dus eigenlijk door allemaal vrijwilligers wordt het onderhouden steeds. Ja. Als ik het zo hoor. Hoe lang zijn jullie er altijd mee bezig? Want het ziet er nu heel netjes uit, heel kleurrijk. Dan is het nu natuurlijk ook het goede weer ervoor. Ja. Hoe lang zijn jullie ermee bezig? Nou, elke week zijn we hier bezig. Ja. Elke maandagochtend zijn we hier met een groep van 10 tot 15 mensen. En door de week ben ik hier ook regelmatig bezig en ook andere vrijwilligers zijn hier ook regelmatig bezig. En elke vrijwilliger heeft een eigen sleutel van het gebouw. Dus die kan erin op zijn eigen tijd als hij zegt of denkt ik heb nu tijd om onkruid te wieren of te schoffelen of iets anders te doen. Dan kan hij dat op zijn eigen moment doen. Dus dat is wel heel leuk dan. We staan nu 27 jaar. Hoe is het eigenlijk allemaal ontstaan hier? Ja, dit was vroeger de nutstuin van het kasteel. Hier stond de kasteel in Hemmen.
En ja, nuts, er werden groenten verbouwd, maar er werden ook bloemen geteeld hier op dit stuk grond. En ja, omdat er een kasteel was, hadden de mensen natuurlijk ook groenten nodig. En die moesten eten. En dat is gedaan tot het kasteel bewoond werd. En het kasteel is in de oorlog verwoest door het oorlogsgeweld. Maar daarvoor, in 1931, is de laatste baron die op het kasteel woonde, baron van Linde, is kinderloos overleden. En ja, tot die tijd is dit de tuin geweest van het kasteel. We staan nu bij de overblijfselen van het kasteel, de ruïne eigenlijk. Het kasteel is er niet meer, de tuin die is er nog wel. Hoe groot is het kasteel eigenlijk geweest? Want ik zie daar volgens mij, als ik zo kijk, een soort pad dat je ergens op kon lopen en dan een gracht hier omheen. Dat moet dan hier overal gestaan hebben. Ja, nou, het kasteel, je kunt het zien, die was helemaal omgracht. Hiervoor was ook een gracht vroeger. Maar nu zie je de gracht eromheen, de zijkant en de achterkant. En ja, dit is het kasteel geweest, tot hier. En dat was er waren twee balkondragers die daar staan. Dus die zijn nog zo intact gebleven. Dus het balkon werd gedragen door die balkondragers. Hoe onderhouden jullie dit eigenlijk, die overblijfselen? Nou, dat doet het Stichting het Lindersfonds voor Kerk en Zending. Die is de eigenaar van heel Hemmen en ook van de ruïne. En die, ja, ze maaien het gras en verder doen ze er niet veel aan. Oké. Dus het is natuurlijk dood, hè? Er zijn geen planten. Zoals in de kasteel, dat zijn levende planten. Dus dan moet je onderhoud plegen, moet je verzorgen. Maar dit hoeft niet. Dat is onkruid. Ja, kijk, hier groeit ook zo'n esdoorn. En als je dat laat groeien, dan heb je over 10 jaar heb je een fikse boom. Wat voor mensen komen hier nou eigenlijk op af? Wat voor mensen komen hier af en toe dan een rondje lopen? Voor wie is het? Ja, de tuin is eigenlijk voor iedereen. Mm. Er komen heel veel mensen uit de omgeving, die komen hier wandelen, die komen kijken naar de beplanting, naar de bloemen. En die komen ook ruiken natuurlijk, hè, met rozen, die ruiken bijvoorbeeld heel sterk, maar ook andere planten ruiken gewoon heel heerlijk, zeg maar zeggen. Maar er zijn ook een hele hoop mensen die komen uit buitenland of uit binnenland, ook vakmensen komen hier. Hè. Boomkwekers, tuinarchitect, hoveniers. Ik heb ook groepen gehad uit Zwitserland, uit België, uit Duitsland. Die hebben allemaal belangstelling. En dat waren dan vakmensen. Die kwamen hier echt bewust kijken naar de planten, naar het sortiment wat we hier hebben. We hebben hier zo ruim 600 verschillende planten staan. Dus dat is echt wel de moeite waard dan. Hè? Wanneer merkten jullie dat eigenlijk, dat er heel veel belangstelling vanuit andere landen voor deze tuin kwam? Ja, dat komt ook omdat ik geïnterviewd ben voor vakbladen. Die vakbladen, Nederlandse vakbladen, worden ook in het buitenland gelezen. Je kunt een abonnement nemen als buitenlander, als Duitser of Belg op het Nederlands vakblad. En daardoor is de tuin ook internationaal bekender geworden. En ja, ook mensen die gewoon het lezen op internet, hè, die zien de website van de kasteeltuin en die lezen dan dat die tuin er is en dat er een groot sortiment aan planten is. En die hebben daar belangstelling voor, die komen dan. Dus het is, vanaf het begin is dat gaan groeien, zou ik maar zeggen. Ja. En voor de toekomst, komt er nog een andere 27 jaar voor de kasteeltuin? Nou, dat hoop ik wel, dat weet je natuurlijk niet. Je kunt niet in de toekomst kijken, maar hoe we nu werken is het gewoon heel goed. En we hebben gewoon een heel leuke groep vrijwilligers hier. En mensen zijn heel enthousiast, zou ik maar zeggen. En ze werken goed. En iedereen denkt, het is ook een beetje mijn tuin. En dat houdt het natuurlijk heel leuk. En daardoor komen mensen ook heel trouw en blijven ze ook komen. Maar hoe lang je dit volhoudt, dat weet je nooit natuurlijk. Je wordt allemaal ouder natuurlijk. Met de goede hoeveelheid liefde voor de tuin en liefde vanuit de bezoekers kan dit makkelijk nog een andere 27 jaar doorgaan, als ik het zo hoor. Ja, voorwaarde is wel dat we ook vrijwilligers, jonge vrijwilligers erbij krijgen. Want nu zijn het meestal oudere mensen. Maar mensen van jullie leeftijd, zou ik maar zeggen, als je die meer erbij kunnen krijgen, dat zou geweldig zijn natuurlijk. Voor de toekomst, hè? Niet per se voor nu, maar wel voor de toekomst. Ja.
bevindt zich hier. Wie vanuit Overbetuwe noordwaarts de Rijn wilt oversteken, heeft daarvoor twee vaste verbindingen. De A50 richting Renkum en de N233 richting Rhenen. Gelukkig is er ook nog een andere optie om aan de overkant te komen. Het Lexkesveer. Het Lexkesveer is een veerpont tussen Randwijk en Wageningen die zowel voetgangers en fietsers als gemotoriseerd verkeer naar de overkant van de Rijn brengt. En dat gebeurt al enige tijd. De verbinding bestond namelijk al in de middeleeuwen. Dat is af te leiden aan de oude wegen zoals de Holleweg, een steil weggetje aan de Wageningse kant dat dwars over de Wageningse berg naar het noorden gaat. Ook lagen er vroeger aan deze kant van de Rijn een hotel en een zwembad. En het oude veerhuis staat er nog, gebouwd in 1891. Nog een aardig feitje is dat de pont ook een link heeft met Nijmegen. In de rekenboeken van de stad Nijmegen wordt namelijk al sinds 1426 melding gemaakt van Den Veer tot Lexkenshuis. Het veer is namelijk gemeenschappelijk bezit geweest van Nijmegen en Wageningen. Tussen eind 2007 en eind 2009 werden langs de Nederrijn verschillende werkzaamheden voor rivierverruiming en natuurontwikkeling uitgevoerd. De maatregelen zorgen voor een betere beveiliging tegen overstromingen. Tegelijkertijd zijn hierdoor meerdere cultuurhistorisch waardevolle structuren verwijderd. Maar goed, dan krijg je er wel zo'n mooie, stabiele brug voor terug als toerit naar de pont. Want wie zich de vorige brug nog kan herinneren, die begrijpt maar al te goed wat de waarde van deze brug is.